We gaan even praten over Makkum. Ja, misschien gaan we het laatste album van Dokkum Lokaaltje nog mee krijgen. Daar gaan we Trump in Makkum. Daar is echt nog een heel stuk muziek over kreun. Een mooie tekst over een zek. Maar als je toen Makkum had en popmuziek, dan denk je, nou, dan ben je maar een stuk of 10, 15 bandjes, ben je wel clear. Maar, Arie Kuipers. Ja, het bidden wat meer. Ik ja, zeg, ja. Want er is een boek uitkomen, dat ga je presenteren, 30 november. Ja, klopt. Ja. Daar, ik heb voor de stichting Oud Makkum heb ik een boek geschreven op verzoek van, nou, Arie, docist in de muziek. Wel leuk als een verhaaltje over de Makkumer pophistorie emotie. Nou, ik dacht, dat is wel leuk om daarmee te beginnen. Ik denk, nou, ben je 15, maar dat werd er aardig wat meer. En toen heb ik, uiteindelijk is het een boek geworden. Met 220 pagina's, met leuk fotomateriaal. En bands waarvan ik het bestien net oud wist. Terwijl ik dacht dat ik alles wist in Makkum. Maar ik wist een hele hoop net. En dat was een hele leuke ontdekkingsreis, om het zo maar te zeggen. Hoe ben je daar achter kwam? Ik bedoel, de 16e te interviewen over een van die haatstukken. En die vertelt er vervolgens dat er een andere band. Ja. Of wie er ook nog wat zwart op wiet ergens te vinden? Nou ja, uiteindelijk als het psychisch is, dan is er wel wat te vinden. Maar het hier vooral van als het maar in praat is. Dan zoals, ja, maar hij is toch die wel? Oh nee, heet ik een band? Nou, en dan heb ze gewoon opbellen en dan een interview maar die met de meesten. Nou, maar ik kwam in het verleden, bijvoorbeeld als we even helemaal teruggaan naar de historie. De Makkumer popmuziek, dat begon in 1966. Ik meen altijd dat het een band wie dat de Imps, dat was dan de eerste band, maar... Wie in de Javelins, hè? Ja, het waren de Javelins, dat wist ik net. Ik wist niet dat ze bestonden. Maar daar heb ik foto's van vond en daar leeft hij nog iemand van. Dus dat is ook wel heel grappig. Ja, dat was eigenlijk de eerste band. En de Imps, dat wie dan een band, nou, wat hij dan speelde dan, in Makkum dan, was het, nou, ik heb uit het plakboek van hier van die jongens een verhaal zie, dat ze dan, zaal open om 8 uur, zaal vol, 8:15. Nou, dat wie de tieren dat het dan, al vol weer. Maar het bracht dan zoveel opwinding teweeg, dat als die band dan bijvoorbeeld ergens oorspelen in Makkum, dan werd er een bus gehuurd en dan gingen de 50 man in de bus, gong mooi. Nou, in het dorp verderop, dat meestal ontaarde dat in wat schermutselingen met de lokale bevolking. Maar het viel altijd wel heel gezellig en heel opwindend. Ja. Dat hij de eerste, nou, de Imps was eigenlijk wel de eerste band die ervoor zorgde dat de beatmuziek, zoals het dan heette. Dat vond ik vreemd, want dan hebben we het dan inderdaad beatmuziek. Dan hebben we het over beatmuziek, ja. Beetje Beatlesque-achtig. Nou ja, Stones. Het was vooral covers natuurlijk, hè. Vooral dingen als Gloria van Dem en dat soort nummers. De hits natuurlijk van dat moment. En wat redelijk te dwan weer natuurlijk. Ja. Maar toen weer de muziek nog niet zo overgeproduceerd. Dus toen koos als bandje koos het voor gauw nooit van. We kennen die van de Zware Jongens, van de Dikke Lul Band natuurlijk. Absoluut. Maar uit dat boek heb ik ook oren nam bij. Onder oren de band Badge. Ja, wie was dat in de eerste? Ja, dat was wel mijn eerste echte band, zeg maar. Dat was ook weer met een jongen uit de Imps en wat orenknapen. En ja, dat wij begonnen in, nou, volgens mij zo de 22, 23 begon dat. En volgens mij weer, ja, ik weet het niet precies meer eigenlijk, even te halen. Maar volgens mij in 23 was het eerste optreden in de kantine van het Makkumer Strand. Een leuke anekdote was dat ik vooraf nog een ijslolly kreeg van een van de vrienden. Want dat was mijn leeftijd ongeveer. Die ik nog op het podium op zie te fretten, dus ja. Wat voor bands kwamen daarna eigenlijk voor Duino? Nou, na mij kwamen de bandjes als Exposure met een hele goede zangeres, Annelies Vree. Die speelde letterlijk in The Phones in Utrecht en Business. Dat was, die heeft wel best wel een carrière maken. Ja, nou, dat kruist ik in het boek. Dat is eigenlijk een van de weinigen die er echt een carrière van maken had. Ja, ja, nou, dat was een hele... een speciale zangeres. Maar dat bandje, dat Exposure, dat doet ook een reunie op het festival bijvoorbeeld. Dat is ook wel hartstikke leuk om... want we hebben nou het boek, maar het boek resulteerde ook in een festival wat wij op 30 november en 1 december horen. En dat is een gevolg van het onderzoek naar het boek. Verhaal op verhaal, anekdote op anekdote. Zeker, er binnen enorm veel grappige dingen. Ik zal je wel één ding vertellen. Hoe ouder de bent, hoe heftiger en hoe smeuiger de anekdotes. En dat komt omdat sinds alles is heel goed aftekkeld en alles is regeld en riders en zo. Dan gebeurt er eigenlijk volle minder dan in die pionierstier. Nou, dan kreeg je echt, dat wie niks regelt en het een wist hoe het moest. Dus ja, er gebeurde van alles. Nee, dat zit allemaal in het boek. Ja, ik zal het net al even klappen, maar een mooi verhaal vond ik zelf wel. Dus Joe Burton.
Ja, maar dat is nog verder weer waarom. Ja, dat is echt oldschool, hè? Ja, nou, als je dat is... Dat werd nou de eerste persoon die door de Oslo die gang weer. Ja, nou ja, Joe Burton was geen muzikant, maar ze was wel een goochelaar. Nou, dan moet ik even het hele verhaal even vertellen. Ja. In de jaren 30 was er in Makkum een band. En dat was dan... Ja, popmuziek is het net niet meer, maar dat was wel populaire muziek. Dat heette de Karafiat Band. En dat was een aanleiding van een Oostenrijkse jongen die naar Makkum kwam weer. Ja, nou gaan we helemaal terug in de historie. Zeg maar, in de 20 was er hongersnood in Oostenrijk. En toen gingen er alweer Oostenrijkse band. Die werden dan naar Nederland gebracht om aan te sterken. En een van die Oostenrijkse jongens, dat was ene meneer Frans Leo Karafiat. Dat was een heel berucht figuur, dat kan ik daar wel even vertellen. Die had een pistool op zak en dan zit er in de kroeg, in de Makkum. En dan zit er in de flessen van de bar. Dus dat was wel een kleurrijk figuur. Maar goed, hij was ook een hele goede muzikant. En zo ontstond dan de Karafiat Band. En die speelde dan in de jaren 30. Nou ja, in Makkum en omgeving. Maar de programma's werden dan niet helemaal avondvullend. Want dat vulden ze om met een goochelaar. En dat was Joe Burton. Ja, correct. En Joe Burton, dat was naar eigen zeggen de eerste man die de afstudiek oorsteed. Want die werd in Den Helder. In het begin moesten met het boord zien. Maar op een bepaald moment is hij doorheen gegaan. Dus hij was de eerste. Ja, en nog even een naam. Ja, ik vind het wel leuk dit soort verhaal om even op te dwalen. Jan Scheepvaart, Scheepie. Scheepie, ja. Daar gaat ze nog mee spelen. Jazeker, ja. Scheepie doet ook mee op 2 reunies. Oh, wat deed hij? 273, dat valt nog mooi. Want... Het kind nog krijgt dus. Ja. Dat kind nog krijgt, ja. Ja, maar ik zou nam dat doek dan op in zijn boek. En dat nou, is, ja... natuurlijk, hij is natuurlijk in de Friesland heel bekend. Waar hij ook de kaatsballenmaker. Jan is van het kaatsatelier Friesland. En hij is regelmatig was op televisie te zien. Was in Keertsboom. Maar Jan weer dan de Benjamin van de IMS, zullen we maar zeggen. En toen... Hij was volgens mij 16 jaar toen hij bij de IMS kwam. En daarna heb ik mooi spelen in Badge. Letter nog in Oorbeds met Flashback. En dat treedt ook allemaal op het festival. Dus dat is wel heel leuk. Nou ja, er zit een mooi verhaal over Klaas van der Eems. Die meldt hem op een game bij een optreden. En dan zei Jan, daar komen ze wel in. En dan denken ze al dat hij de manager is. En die krijgt uiteindelijk het geld voor het optreden. Ja, he? Hij mocht net naar binnen. En dus zo wat overleg. Ah, zeg maar, dat is toch de manager. Ja, ze komen hier naar binnen. Ja, het zijn wel even van die kaartjes. No? Dus, het is natuurlijk iets dat... Ja, maar over kaartjes, er zijn nog steeds kaartjes voor het festival. We hebben het even een commercieel denken. Ja, Boekstok. Je kunt er komen aandacht voor even over te spreken. Nog via het festival zelfs. Even de sprong naar Tsjimurg. Kom ik toch bij Arnold de Boer, Zea uit. Zea, Zea, dat is natuurlijk ook een fenomeen. Zeker Arnold. Ja. Ook een zanger van The X. Die jongen die staat op de grootste festivals. Nou, Roskilde, dat soort dingen net te spelen. Met The X. En daarnaast heeft hij zijn project. Dat is Zea. Dat is eigenlijk een solo project. Ja, dat is niet de gekste dingen, maar die samen met de Makkumer drumband staan ze ook op snoeien op het festival. Maar hij heeft met die met Zea en de drum, het hebben bijvoorbeeld op Welcome to the Village, hebben ze die in. Ze even in Paradiso stond. Ja. Heel Amsterdam verbaasd. Er komt in één keer een drumband binnen. Dus dat kennen ze daar net. Er zijn nog volle meer verhalen in dat boek te lezen, maar die gaan we nog net verklappen. Ik had mijn heel veel plezier in ieder geval lezen, hè, Arie. Bist toen nog steeds actief? Ja, de treedt nog steeds op. Doe dan duo, solo of met bands? Ja, ik doe met Zware Jongens doe ik met Fokker nog steeds. Ja, treden nog steeds. Fokkerdam, hè? Fokkerdam, ja. En ik doe de laatste tijd regelmatig een solo optredentje met het funzige repertoire van de Dikke Lulband. En dan kom ik op de gekste plakken terecht. Ja, dat klinkt misschien raar, maar misschien best wel die meest succesvolle uit Makkum bij, hè, wat dat betreft, qua popmuziek. Ik ben in ieder geval wel de omvangrijkste muzikant. En natuurlijk BME Bookings, dat had ik nogal wat invloed gewoon op de muziekcultuur in Friesland. Dus wat dat omlangert, steeds de gelukkig zelf in, laat het zo. Ja. Nou ja, goed. Maar in je ding, het is gewoon leuk, hè, muziek. Dat is het kernwoord. Maar dat is nog even leuk. Ik heb een hele hoop van die muziek... Maar je reclame, maar je eindelijk voor het festival. Ja, nee, even voor... Ik heb een hele hoop meisjes sprutsen. En iedereen werd enthousiast als het over, maar iedereen praat over hun muzikale activiteiten. En dat is eigenlijk de reden om dat festival te organiseren. En er is voor iedereen wat. Want uit alle periodes van de geschiedenis is er een band. Dus als je in de jaren 70 gong te stappen, nou, dan kist je een band zijn in die tijd. Maar ik heb die in 80, 90, 2000. Nou, uit elke periode is wat. Dus ja, het wordt ook een heel leuk festival qua reunie.
hè, want iedereen kiest je nog wat bekende treffen. Het is 2 dagen lang. Sneeuw beginnen we al om 7:30. En snijden begint het al om 3 uur. Dat is nog wel even bijzonder. Op snijden te midden doen wij een promsconcert samen met het muziekkorps. Halleluja. Dan heb ik een eenmalige band samensteld. Onder andere met de drummer van de Suskers. Dat vind ik dan ook alweer heel grappig. Met Wouter. En we doen dan een aantal nummers met korps. Zangers en zangeressen erbij. En om de oude tijden van de IMS te doen herleven, doen we ook nog een nummer met Jan Scheepvaart. Dus nou ja, het wordt volgens mij hartstikke leuk. Waar? In Makkum gewoon? In Makkum in de loods. En kaarten, nou je, ja, ze kunnen ze bestellen. Ja, dat is wat, we doen het niet digitaal. Ze kunnen mij een persoonlijk berichtje sturen via Facebook. Arie Kuipers op Facebook, naar vies mij altijd. En eventueel kist morgen in de Waag in Makkum. Dat is de, waar de stichting Ort Makkum zit. Daar werden ze verkocht tussen... Oh nee, ik mocht net morgen zeggen. Hè, van, knippen we eruit. Nee, knippen er maar uit. Nou... aan de zaal binnen over kaarten verkrijgbaar. Net stenen maar erin. Het boek wordt presenteerd, maar dan heb ik 2 dagen feest in Makkum. Vanwege een prachtig mooie en echt wel een hele lange historie om muziek. Het gaat wat verder dan zelfs dan popmuziek. Nou, we had zelfs ook googlers gewoon. Dus wat daarom belangrijk. Bedankt Arie, dat is er een weer succes. Alvast een heel mooi weekend, feestweekend daar aanwezig. Nou, dankjewel, dat zal vast lukken. Ja, ja, er is alcohol, dus dat komt goed. En een prachtige muziek dus, in Makkum.